welkom bij de officiële opening van de tentoonstelling De Nieuwe Kleren van de Koningin. Voortgekomen uit mijn eerste duurzame sprookje. Ik wilde 100 Barbies aankleden, maar nou niet bepaald met afval, maar dat is wel gebeurd. Nou, dames en heren, goedemiddag. U bent allemaal hartelijk welkom bij de opening in de Haagse Bibliotheek van de mooie tentoonstelling die Angelique heeft samengesteld. Die toevallig tot stand is gekomen volgens mij door afval dat ze aan Barbie poppen heeft toebedeeld. En dat is een groot succes voor het landelijk. Heeft het al heel veel belangstelling gekregen in de krant en op de radio. Ik begon met het sprookje van de nieuwe kleren van de koningin. En ik wil dus eigenlijk Barbies aankleden met kleertjes. Dat is afval geworden. En dat komt door dit ding. Weet jullie wat dit is? Nee. Weet je nu wat het is? Huh? Ja, die paraplu was kapot. En toen dacht ik, wat zal ik ermee doen? Toen dacht ik, kan ik er een jurk mee maken? En toen heb ik het topje eraf geknipt. En het bandje waarmee je de plu vastzet eraf gehaald. En toen is het hele paraplu's van stof is een jurk geworden. Dus de paraplu Barbie is de eerste. En die staat hier ook als nummer 100. Dat is wel een beetje gek, hè? 1 en 100 zijn de eerste Barbie die dan nummer 100 wordt. En dat komt omdat ik haar in een gouden koortje wilde hebben. En toen zei vriend Zik tegen mij, oh, die heb ik, daar zat ooit mijn papegaai Coco in. Toen dacht ik van, nou, Coco Chanel, dat is een heel beroemd kledingmerk. Als ik nou mijn Barbie hier inzet, dan kan ik haar Coco noemen, zit ze in een gouden koortje. En is dat niet waar we met z'n allen eigenlijk in zitten? We kunnen kleren kopen wat we willen. Maar ja, buiten dat gouden kooitje wordt het een enorme afvalberg. Nou, dat is geen sprookje en ik dacht, het is een moeilijk onderwerp. Als ik er nou een sprookje van maak, dan kan iedereen dat begrijpen. En vandaag gaat een heel belangrijk iemand uit mijn verleden, en ze is er nog steeds. Die gaat vandaag de tentoonstelling openen en die ga ik bij u op de volgende manier introduceren. Mami, wil jij nou misschien de tentoonstelling openen? Dank u wel. Dank u. Het is mij een eer en een genoegen om deze bijzondere tentoonstelling, De Nieuwe Kleren van de Koningin, te mogen openen. Het is zo bijzonder. 100 Barbies die door schrijfster en ontwerpster Angelique Schipper zijn aangekleed met afval. Dat is op zich natuurlijk al bijzonder. Ik herinner me het namelijk ook dat koningin Maxima in dat tijd een jasje heeft gedragen van postzakken. De kleine variant hierop is een Barbie aangekleed met een postzegeljurk. Er worden momenteel zoveel postpakketten verstuurd dat er een papierschaarste is ontstaan, waardoor boeken duurder zijn geworden. Gelukkig zijn er goede bibliotheken waar boeken met allen gedeeld kunnen worden. Maar voor vandaag, koningin Juliane, heb ik een heel bijzonder sprookje gemaakt. En dat gaat over Assepoester. Kennen jullie Assepoester? Ja. Maar dit sprookje nog niet. Assepoester en de glazen koets. Het past, riep de prins bij blij verrast en keek verliefd naar het voetje dat van Assepoester was. Het was zo helder als glas dat zij het meisje was met wie hij gedanst had tot middernacht. Haar voetje schitterde in het glazen muiltje. En ook al heette zij Assepoester, hij zag geen enkel vuiltje. De prins wilde gelijk met haar trouwen. Maar niemand weet, het ging hem al snel benauwen. Assepoester werd een verwende prinses, stampte woedend op de grond. De glazen splinters van haar muiltje sprogen als projectielen in het rond. Ze wenste dat alles van glas was. Zijn sokken en zelfs zijn winterjas. En ook al bibberde hij van de kou, de prins deed alles wat ze wou. Na haar laatste ja, ik wil, droeg de prins zelfs een grote bril. Met de allerdikste brillenglazen, ook al zag hij daardoor wazig. En toen ze zei, nu wil ik in onze glazen koets de hele wereld rond, tot ik bij het meest onbekende kasteeltje kom.
Daar wil ik een glazen koepel overheen voor het allerleukste verjaardagsfeest dat er ooit in Sprookjesland is geweest, in mijn eigen glazen bubbel. Dan strooien lakeien snoepsneeuw in het rond en regent het limonade in glazen op de grond. Lieve genade, zei haar prins iets wat schuchter, wat dacht je van de schoonste lucht en luchten? Je kan slechts 2 minuten zonder. Is schone lucht dan niet het meest bijzonder? Ja, tuurlijk, prinsje, zei ze, goed idee, en trok hem aan zijn jas van glasschouw mee. Zo ging Assepoester met haar glazen muiltjes en de prins met zijn enorme grote bril de wereld rond op zoek naar het kasteeltje, want als Assepoes iets wil. En na heel veel rijden en heel veel glazen limonade zagen ze werkelijk een prachtige parade. Ze wreef in haar ogen, het leek wel een poets. Daar reed zowaar een andere glazen koets. Niet met een prins en prinses erin, maar met een koning en een koningin. Toen hoorde Assepoester het verhaal over Prinsjesdag en de ridderzaal. Een ridderzaal, vroeg Assepoester. Staat daar een kasteel? De mensen haalden hun schouders op. Ze hadden echt geen idee. Toen zei haar prins iets waars, klonk het een beetje zullig. Misschien is de ridderzaal erg groot en lijkt het kasteeltje onbelullig. Assepoester klapte in haar handen. Je hebt het ontdekt. Het meest onbekende kasteeltje staat op deze plek. Gelukkig had de prins nog een flinke zak met dukaten om er een mooie glazen koepel overheen te laten maken. Nieuwsgierig kwamen de mensen van overal vandaan. Nu zagen ze het kasteeltje op het binnenhof eindelijk staan. Wat een snoeperig kasteeltje, riepen ze. En dat was waar, want er viel van alles uit de lucht. Zelfs een groot slagroompaard. Assepoester riep, dit is een heuse prinsessendag. Laten we dansen tot 12 uur 's nachts. De prins heeft even diep gezucht. Hij dacht aan hun sprookjesavond terug. Had hij haar beter voor altijd kunnen laten gaan? Nee, zijn liefde voor haar blijft voor altijd bestaan. Ik heb vernomen dat deze tentoonstelling in deze bibliotheek nog de gehele maand september te bezichtigen is. In het kader van Koninklijk Programma Den Haag en Prinsjesfestival rondom Prinsjesdag. Oh, dan wil ik nog vermelden dat het voor mij verheugend is dat er kinderen zijn die de mogelijkheid krijgen om met workshops kleertjes met afval te kunnen maken. Om zo zich bewust te zijn wat men met afval zou kunnen doen. Tot slot nog een woord van dank aan de Rijksvastgoedbeheer die deze tentoonstelling mogelijk heeft gemaakt samen met Bibliotheek Den Haag. Hierbij verklaar ik de tentoonstelling voor geopend. Aan Barbon Hop om aan de kindjes een kleurplaat te willen overhandigen. Dat gaan we zeker doen, dankjewel. Ja, weet je, ze vertelt me net welke Barbie van haar is geweest. Want ik heb Barbies van haar overgenomen. En laat dat nou de Barbie zijn in de koets. In de koets. En daar heeft Ilse ja. De kleurplaat van gemaakt. En niet alleen de kleurplaat, maar dat wordt de illustratie in het sprookjesboek. Die dan ook gekoppeld gaat worden met de glazen koets van onze koning en koningin. En jouw Barbie staat er dan op. Volgens mij moet jij ook een exemplaar van het sprookjesboek gaan krijgen. Wat vind je daarvan? Gaan we jou het eerste exemplaar overhandigen? Zullen we dat doen? Oké. Okay. Nou, we zijn vandaag in de bibliotheek op de 3e verdieping. En daar is net koninklijk een tentoonstelling geopend. En in die tentoonstelling staat een hele bijzondere
gedeelte. Vertel er iets van. Ja, dat zijn de twee speciale Binnenhof Barbies die ik heb gemaakt of heb aangekleed met afval van de renovatie van het Binnenhof. En in de koets zit een stukje tapijt uit de Eerste Kamer. En ja, wat ik gedaan heb, is de man aangekleed, zeg maar, met het klitterband. Daarmee is hij ook de enige man in mijn hele tentoonstelling die een jurk aan heeft. Maar wel zo stoer dat ik denk dat iedereen daarmee akkoord is. En ja, en de prinses, ze heet Assepoester. Die heeft ook, zeg maar, ja, zo'n schoonmaakdoek waar haar jurk van gemaakt is. En we hebben het meisje ontdekt van wie de Barbie is geweest. En ze zei zo waar dat deze kleding die Assepoester aan heeft mooier is dan die zij had. Nou, dat is toch wel echt een compliment. En welke ik er ook bij heb geplaatst is een ridder te paard. Omdat het gaat over dat Assepoester het meest onbekende kasteel ontdekt. En dat staat natuurlijk op de Binnenhof. Die ridderzaal is zo verschrikkelijk groot dat niemand ziet dat daar een kasteeltje aan vast zit. Dus ik heb die ridder die bij de ridderzaal hoort ook op het paard erbij gezet. En die is ooit gemaakt door een jongen van 10 jaar. En dat ter inspiratie voor alle kinderen. Wat voor kunsten zij ook, zeg maar, kunnen laten zien en mee aan de gang kunnen gaan.